Ja, het woord uitzetting, dat heeft S2 in ieder geval nooit gebruikt. Wat belangrijk is voor mensen, allereerst wat ik zei, dat ze op de hoogte zijn, zodat ze daar rekening mee kunnen gaan houden. Waar wij op gewezen hebben, en dat is al 70 jaar het geval, en dat is ook op Aruba zo, dat is ook op Curaçao zo. Als je hier op een verblijfsvergunning verblijft, dan moet je je eigen inkomen voorzien. Dus mensen die hier een verklaring van rechtswegen hebben of voor arbeid verblijven, daar zijn gelde voorwaarden voor. En het is zo geregeld dat in de eerste 5 jaar je geen aanspraak kan maken op het sociaal voorzieningenstelsel. Dat hebben wij ook uitgelegd aan mensen, want als je bijvoorbeeld 2 jaar hier verblijft en je komt in januari voor een uitkering, dan moeten wij op basis van de regelgeving nee zeggen. Dus ik vind het belangrijk dat mensen nu al weten hoe de vork in de steel zit, dus dat ze ook weten waar ze in januari aan toe zijn, zodat ze zich daar nu op kunnen voorbereiden. Ik ben ook wel hoopvol dat er kansen komen. Want we zien nu dat de horeca aantrekt. Met code geel gaan hotels weer open. Of richting het hoogseizoen komen er veel meer boekingen. Dus ja, het is ook een mooi moment om te gaan kijken of misschien wel bij je oude werkgever of je weer aan de slag kan. De kansen zijn in ieder geval wel beter dan een tijd geleden. En het is in ieder geval heel belangrijk dat mensen snappen, 1 januari, op het moment dat ik dus geen werkgever meer heb, dan moet ik echt zelf voor inkomen zorgen. In het totaal van de regeling, want in Caribisch Nederland zitten ongeveer 5000 mensen in die inkomensregeling, gaat het over minder dan 10%. Dus het is niet zo dat nu in één keer iedereen uit de regeling gaat vallen. Voor meer dan 90% van de mensen die in de regeling zitten, verandert er niets. Maar de mensen die geen werkgever meer hebben en niet zelfstandig zijn, die moeten dus goed opletten. Werkgevers kunnen nu werknemers ook een vraag doen om werknemers te ontslaan. Hoe gaat dat eigenlijk? Nou, ontslaan kan op 2 manieren. Je kan het via de rechter doen of je kan een ontslagvergunning vragen bij SZW. Wij hebben tot nu toe steeds gezegd in de eerste 2 pakketten van de regeling dat als ondernemers gebruik maken van de regeling die bedoeld is om mensen in dienst te houden, dat er in beginsel geen ontslagvergunning wordt verleend. Daar gaan we nu iets anders mee om. In de zin dat wij verwachten van ondernemers dat ze zich aanpassen aan de nieuwe werkelijkheid. En dat kan in sommige gevallen betekenen dat je bijvoorbeeld de omvang van je onderneming aanpast. Wij zien op dit moment overigens helemaal niet dat er heel veel ontslagaanvragen binnenkomen. En het is ook niet zo dat nu heel makkelijk gaat. Er moet natuurlijk net als altijd een goede reden zijn als je een arbeidsovereenkomst hebt om die te ontbinden. Dus wij kijken daar altijd heel kritisch naar. Ik zie eigenlijk op dit moment geen grote veranderingen in.